Hallo Feyenoord fan, er is nu dringend nieuws. De fans zijn enthousiast over dit nieuws. Feyenoord is in gesprek met FK Rostov over een nieuwe aanwinst voor onze Feyenoord. De Nederlanders zijn concreet in Rusland, ze hebben een aanbod gedaan aan de nummer 3 van Rusland. Maar als u nieuw bent hier, meld u zich dan nu aan op deze kanaal om geen enkel nieuws te missen over deze transfer. We houden u altijd op de hoogte van de eerste hand. De speler is een centrale verdediger van 1,91 meter, die is aangesteld tot midden 2023 bij FK Rostov. Hoewel hij in Zweden is geboren, speelt hij momenteel voor het nationale team van Bosnië en Herzegovina. De 24-jarige speler, die een ontdekking is van Malmö Fortissimo werd in 2018 voor ongeveer 1 miljoen euro naar FK Rostov overgebracht. Vanwege de oorlog tussen Rusland en Oekraïne kon de speler een regel van de FIFA gebruiken afgelopen winter, waardoor buitenlandse spelers tijdens het transfervenster konden wisselen van club. Laat alstublieft één like achter op deze video. Dit is zeer belangrijk zodat u geen nieuws mist van Feyenoord Rotterdam. Bedankt Feyenoord fans. Dennis Hadikaduni werd van maart tot december uitgeleend aan zijn oude club Malmö Fortissimo, waar hij opnieuw opviel. Volgens transfermarkt.com heeft de speler momenteel een marktwaarde van 3.500.000 euro. Feyenoord heeft de mogelijkheid om Hadikaduni, wiens contract is verstreken, voor een niet al te hoge vergoeding te verwerven. Eerder zag Feyenoord zijn belangstelling voor Kamil Pitkowski niet uitkomen. Na de mislukking van de aankoop van Remi Serouki keerden de Nederlanders terug naar de onderhandelingstafel met geld. Intussen koos Pitkowski ervoor om naar KA Gent in België te gaan. Dus Feyenoord fan, wat denkt u van de mogelijke aanwinst van speler Dennis Hadikaduni? Laat uw commentaar achter. Het is zeer belangrijk voor onze Feyenoord FC. Blijf op de hoogte, want we zullen meer updates brengen over deze mogelijke aankoop.